Het op de juiste manier uitstrijken van BMG aspiraat is de belangrijkste stap in de cytologische beoordeling. Onvoldoende kernhoudende cellen, onvoldoende losliggende cellen of kapotte cellen kunnen de diagnose vertragen. Subtiele afwijkingen kunnen worden gemist en ergens zelfs een onjuiste diagnose kan worden gesteld. Deze film laat zien hoe goede BMG-preparaten kunnen worden gemaakt. Label de preparaatglaasjes met de naam van de patiënt. Vraag de klinicus 1 ml BMG op te zuigen en breng dit BMG over in een klein buisje EDTA. Meng voorzichtig. Het BMR bevat bloed, BMR-brokjes en vet. Houd het horlogeglas schuin zodat de brokjes aan één kant blijven en het bloed naar de andere kant stroomt. Vis nu met de spatel wat van deze brokjes van het horlogeglas en spatel deze op 1 of 2 objectglaasjes. Neem in de objectglas met BMR in de linkerhand en plaats daarop een schoon objectglas. Trek de 2 objectglaasjes zachtjes uit elkaar. Til het bovenste objectglas een beetje op, indien er weinig BMR-brokjes zijn. Druk het bovenste objectglas een beetje in, als de BMR-brokjes erg hard zijn. Preparaten op deze manier gemaakt zijn ovaal van vorm met in het midden de BMR-brokjes en losliggende BMR-cellen en aan de buitenkant bloed met BMR-cellen. De preparaten kunnen nu worden gedroogd aan de lucht en vervolgens worden gekleurd.